Monniken! Overal wakker worden! Kom op, gaan! Dit zijn de stage dagen van de marine. Opleiding vrede en veiligheid. Vraag een andere vraag. Weet je waar jouw zwakke kanten zijn? Ik beloof je, aan het eind van dit schooljaar kun je ze precies opnoemen. Nou, ik wilde eigenlijk altijd al het leger in, vanaf kleins af aan, zeg maar. Maar ik wist nog niet echt wat. En toen kwam ik erachter dat zo'n opleiding bestond. Toen dacht ik, ja, als ik het niet zou willen daarna, heb ik het jaar niet weggegooid, want heb ik sowieso mijn mbo-diploma. Dus vandaar dat ik het weg ga doen. Nou, misschien ook jullie ook wel bekend, goede plus zijn. Gewoon! Niet rennen, rustig wachten op mij. Nou, het is wel machtig mooi om dat te zien overal, hoor. Echt geweldig. De F-16 is heel veel beter. Dat kom je dat wel hebben. Daar heb je allemaal apparatuur voor die in die stuurcomputer zit en op de kaarttaal. Op die manier navigeren wij en sturen wij een boot door het water. Ik wil zelf proberen de korps mariniers bij te komen. Ja, ik wil wel verpleegkunde. Dat is wel lekker, hè? Met verpleegkunde kan je natuurlijk altijd overal terecht. En dat is ook mijn doel, zeg maar. Dat als ik dit zeg maar, over een paar jaar niks meer vind, dat ik dan toch nog in de burgermaatschappij iets kan doen. Dat zijn allemaal marinieren. Met de zwarte beret op zijn allemaal marinieren. En met de andere beret op zijn matrozen. Alleen de mariniers zitten niet heel dag op de boot, denk ik. En de vloot wel. En kijken of ik daar wel aan zou kunnen. Daar wil ik hier kijken. Het loopt er wel over mij in. Loop in ieder geval uitgezonden worden. Goed vast getraind worden. Ja, goed kort, maar hier is toch wel een speciale eenheid. Dat is toch wel zwaarder dan normaal. Je geeft een stoom naar de kind. Komt open. Wat de ronde. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, leuk. Ja, hele ervaringen. Nat. Ja, ik wist altijd al dat ik een defensie in wou, maar ik was nog nooit echt georiënteerd. Pas toen ik dit jaar deed en echt stage ben gaan lopen bij de marine, weet ik het echt zeker. Mijn ma vindt het niks en mijn pa eigenlijk ook niet, maar ikzelf is dat juist een uitdaging van het beroep zijn. Dan gaat het echt beginnen. Daar train je voor en daar doe je ding voor en daar gaat het uiteindelijk om. Ik wil voor het korps marinierschap. Waarschijnlijk bij de vloot, maar dat weet ik nog niet zeker. Ik wilde eerst een voorbereiding in het jaar pakken. Om te kijken of dat nou echt wel wat voor me was. En dat is goed uitgepakt. Ik wou iets leuks aan doen en ik hield van sporten. En ik wou die avontuur wel even meemaken. En toen vond ik het eigenlijk ook heel leuk, toen ben ik gebleven. Je hebt wel veel aan het jaar gehad. Je krijgt ook veel te leren over discipline en hoe je ergens mee om moet gaan. Ja, dat was super leuk. Dat was echt heel leuk. Ja, ik heb er wel zin in. Ik hoop dat ik goed gekeurd word.